van het... Een beetje blazen allemaal. Het is feest in Nederland. Het vrolijke klokkenspel verkondigt dat reeds in de vroege morgenuren en in menige plaats van ons vaderland zal openbare vreugdebetoon opnieuw getuigenis afleggen dat waar het Oranjehuis een blijden dag beleeft. Het volk van Nederland, oud en jong, rijk en arm, hooggeplaatsten en nederigen naar de wereld. Dat allen die het hart op de rechte plaats dragen, die een warm gemoed bezitten, in de vreugde van dat steeds geliefde vorstenhuis oprecht en welgemeend delen. We zeiden net van, zullen we wachten op Wilma of gaan we gewoon van start? Zal niet doen. We gaan gewoon van start. Zijn jullie al klaar? Ook in alles een hele gezellige familiewijk. Het is een soort, het is een dorp in Utrecht. Heb je tekeningetje gezien van Bob de Slingerbad? Nee. Hij is geweldig. Ja. Het is een groot luchtkussen. Ja? Wat was die nou? Een 19 bij 12 of zoiets dergelijks? Ja, hij is echt gigantisch groot. En de kinderen moeten er vanaf de buitenkant in. En dan over luchtkussens moeten ze naar een tweede gebied. Alleen daar ligt een watergracht tussen. Okay. En dan moeten ze overheen slingeren. Oranje en Wijkvereniging Oog en Al is een vereniging die waarschijnlijk, als we het een beetje terug kunnen vinden, wel zijn oorsprong vindt in de koninklijke festiviteiten. Maar daar is in de loop der jaren zijn er heel veel evenementen bijgekomen. We doen een 10-12 evenementen, heel klein, zoals bijvoorbeeld een schaaktoernooi, waar jong en oud aan mee kan doen, tot heel groot. Nou ja, dat is de Sinterklaasintocht, het volleybaltoernooi en het evenement van het jaar Koninginnedag. En wat we vorig jaar hebben gedaan is, ik ben op Guus afgelopen, laten we zeggen, de middenhangjongeren. Mm-hmm. En ik heb tegen Guus gezegd, want die gaan toch naar Koninginnennacht in de stad. En gezegd van, als jij nou terugkomt inderdaad, brom er even met die vrienden van jou langs die draaimolen. En kijken even of er geen raddraaiers omheen hangen. Ik zeg, en als dat wel is, mag je mij 's nachts bellen. Wij hebben een vrij groot bestuur. Ik bedoel, 10-11 mensen hebben we ook echt nodig omdat we veel evenementen doen. Een stuk of 11-12 op jaarbasis. En toen ben ik gewoon actief lid. Ik ben een doener. Wel een denker, maar zet mij maar gewoon, weet je wel, geef mij een takenpakket en dan doe ik het. En met alle wisselingen van de wacht van oud-gedienden, want die heb je gewoon nodig, ontstond op een gegeven moment de vacature van voorzitter. We hadden vrij veel wisselingen gehad. En toen zeiden ze van, nou ja, wil jij de voorzittershamer niet op je nemen? Nou, en dat is zo geschieden en dat doe ik nu, ik weet het niet precies, een jaar of 6 of zo, 7. Het zou iets korter, iets langer kunnen zijn. Thank you.
Eigenlijk is dan het een beetje het officiële hoor. Dus hoe we het gaan doen. Die heb ik ook. Hier. Nou, deze hadden we al een keer ontworpen. En ja, dat was, we hadden twee keuzes. Nou, we hebben met de drukker even overlegd. Ja. Dus dat maar het wordt wel die zo'n beetje, maar dan met een strakkere lijn, weet je wel. Dus dat je, is dat diegene geen... die ik thuis heb? En ja, maar hij is nu is anders geworden. Hij is, dit zat er niet op, dat kon dit niet op. Ja. En dan komt hij in deze kleur hoor. Dus, Ik ben hier in 70 komen wonen. En daar ontmoet je mensen, die zitten dan weer in een oranje vereniging. Nou, en zo groei je erin en binnen een paar jaar steeds activiteiten helpen. Met Koninginnedag en je groeit gewoon mee. En dan op een gegeven moment, dan kan je het niet houden. Nee, ik kom in het bestuur, hè. Nou ja, even met overleg. En, nou ja, dat is leuk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hi. Is het nog een beetje gelukt? Ja hoor, ja? Geen enkel probleem, hè? Oké. Wel probleem of niet? Nee hoor, geen enkel probleem. En welke is het geworden? Welke van deze? Deze is het geworden. Is het geworden. Oké, die lijkt hier op deze. Deze. Kijk. Ja, deze is een beetje donkerder, maar dat was niet anders. Hier zit een achtergrond in, dus dan valt die tekst ook wat minder op, hè? Ik vind hem keurig. Dat is mooi en duidelijk. Ja, absoluut. En zijn ze allemaal wat klaar. Ja. Dat is geweldig. Geweldig, hè? Kun je ze rondbrengen? Ja. Kun je vast beginnen? Ja. Ik ben toch wel een type die graag voor mensen klaarstaat. En dat is mijn vak geweest. Slootgieten, verwarming en zulke soort dingen. Ja, wat beziel je. Je groeit erin mee. En er ook de leuke dingen van zien. Ja, net zoals we gaan nu ook in mei nog een bustocht organiseren voor de mensen hier uit de wijk. Nou, ze staan in de rij om te trappelen om mee te gaan. Ik bedoel, dat is gewoon leuk. Ik bedoel, natuurlijk, het is allemaal organiseren, maar het is wel heel leuk om te doen, ja. Koninginnedag, dat had te maken met de bevrijding van de Franse overheersing natuurlijk. De Fransen waren weg. En er kwam een tijd lang van hoe moet het nou verder. En we hadden koning Willem I, koning Willem II, koning Willem III. En koning Willem III, dat was de man die in de 19e eeuw heel lang geregeerd heeft. Die drukte zijn stempel op dit hele gebied. En die kwam ook naar Utrecht toe. Om hier te proberen, en daar is hij ook in geslaagd, om weer vaste voet te krijgen. Maar er zijn ook na zijn komst, is er ook een petitie geweest van bewoners van Wegzee om de namen van de straten te veranderen. Kijk, dit is het wijk waar mensen spontaan reageren, hè. Kijk, in Wegzee wordt natuurlijk altijd feest gevierd. Als er eventjes wat poen is om drank te halen en wat dan ook. Hè, dan is er feest en dat is in die tijd is dat ook gebeurd. Ja, Wegzee, vooral die Willemstraat hier waar we erheen lopen, die stamt ook uit die tijd. Dat is ook wel grappig. Dus die huizen die hier staan, het grootste gedeelte wat er staat, dat komt nog uit de 19e eeuw. Slechte woonomstandigheden, veel arme mensen. Het werd wel het afvalputje van de stad genoemd. Kleine werklui, ambachtslui. Een echte volksbuurt. Dat is natuurlijk eigenlijk al heel vroeg dat hier de bewoners van de wijk, een groot deel, eigenlijk vonden dat het Oranjehuis er maar bekaaid afkwam. En ze hebben een petitie getekend om die straatnamen te veranderen. Dus de Katerijnensteeg, dat was later de Willemstraat. De Zandstraat werd Oranjestraat. En zo zijn er nog wat straten die veranderd zijn om uiting te geven aan dat oranje gevoel. Doei. Ja, tuurlijk. Nou, met jou ook, André. En een Zuidanees, dat is een mens wat echt dus op Zuilen in Zuilen geboren is.
voor de annexatie. Na de annexatie in 1954, ze noemen zich dan heel vaak nog wel Zuidernezen omdat ze hier geboren zijn, maar het zijn Zuidenaren. Het zijn geen Zuidernezen meer. Ik ben een echte Zuidernees. Ik ben geboren in 1947, dus ruim voor de annexatie. Hallo heren, zou u het goed vinden als ik zo'n ding ophing? Ook al vind ik het niet goed doen. Ja, ik wou zeggen, ik doe het toch. Nou meneer, kijk eens, ik heb zo'n heel mooi papiertje in het oranje met zwarte lettertjes erop. En dat wil ik graag bij u opkomen. Nou meneer, dat kunt u rustig achterlaten en je weet... Ik zal een plaatsje zoeken, is dat goed? Ja, doe dan altijd het rechterraam als je wilt. Het rechterraam, dat mooie lege raam. Ja. Moet je maar eens kijken, zo'n mooi... Zo'n hele mooie. Ja. Nou, voor de koningin inderdaad. Leuk, we hangen hem op. Plak je hem op? Ja. Oké, okay, bedankt. Jo, okay. Frietjes. Als ik vroeger een koningin de dag terug moest denken... Dat we 's ochtends toch gingen zingen bij het gemeentehuis. Als kinderen zijnde. Dan allemaal op je fiets. Je fiets helemaal versierd met slingers, met bogen, met vlaggetjes. De velgen, de spaken, alles. Versierd achter het Zuilen van Varenkorps aan. Heel Zuilen door op die fiets. En dan werden de prijzen uitgereikt. En dan ging je 's ochtends om 11 uur ging je naar... Naar een school toe en daar was dan een clown en daar was dit en dat. Nou ja, goed, dat is allemaal niet meer. Wat er op het ogenblik echt nog is, dat is dus het Julianenpark. En daar trekt heel Zuiden naartoe. Dus zullen we eens even ophangen. En dan wil jij broodjes hebben voor... Broodjes, koninginnedag is. Dan gaan we dat eens even noteren. 150. Harder weer. Harder. Zonder boter. Ja. Met worst. Frikando. Frikando, ja. Frikando. 20 frikando. Zo goed 20 frikando. En doe het met wat rood vlees, dat blijft altijd goed. En dan om een uur of tussen 10 en half 12 afleveren. Handje drijven, paviljoen. Oké, okay. André. Hey, groetjes en we zien elkaar. Ik zie de broodjes. Ja? Doei. Vleuten was een echt oud dorp. Er was wel wat, nieuwbouw, maar er was toch een hele erge dorpse cultuur. En dat is iets wat wij heden ten dagen, ondanks het feit dat er heel veel nieuwbouw omheen is gekomen, dat we nog proberen te continueren. En dat is ook heel gezellig, want we zien dat heel veel nieuwe bewoners daar gewoon heel goed op insteken. Goed. Vlaggetjes jongens, gaan we daarmee starten of niet? Ja, ja, ja. Ik ben zeer koningsgezind, dat mag het duidelijk zijn. Het koninklijk huis, dat was Soestdijk. En Soestdijk was vlak bij Utrecht. Alles wat er gebeurde, ik woonde zelf, en dat vertel ik jou, ben geboren en getogen in Bilthoven, Soestdijkstraatweg. Dus tussen Soestdijk en Utrecht, dat was de Soestdijkstraatweg. Je had nog geen A27 of A28. Daar reed altijd de koninklijke stoet. Bilthoven, Kees Boekenschool, daar waren de prinsessen. Dus daar hadden wij in het zwembad, zagen we die ook, weet je wel. Nou, dus, en dan de grote stad Utrecht, waar dus daarna ook de prinsessen, de prinsen zijn geboren enzovoort, de prinsessen. Die relatie, die was er dus toch. Dit is een gedenkboek, een album, een uniek album uit 1923 vanwege het 40-jarig jubileum van het Oranjepark in Utrecht.
Staat er ook op, hè? Vereniging Oranjepark 1883-1923 met een prachtige oranjeboom op de voorkant en het wapenschild van Utrecht. De opening van het Oranjepark viel eigenlijk bijna tegelijkertijd met een opleving in de liefde voor het koningshuis. En met name de verjaardag van prinses Wilhelmina vond men een prachtige aanleiding om daar de zogenaamde Prinsessendag te gaan vieren. Dus op 31 augustus. En nou ja, daar is het natuurlijk ook heel geschikt voor, midden in Wijk C, een heel oranje gezinde wijk. Denk ook maar aan de straatnamen die je daar hebt, Oranjestraat, Willemstraat en dus ook het Oranjepark. Het geeft wel aan dat het daar echt een gemeenschap was die van het Koningshuis hield. Voordat dit Sint-Jacobstraat werd, was dit het Oranjepark. Dus we staan nu eigenlijk midden in het Oranjepark. 1863 werd dat gesticht. Op verzoek van de burgers eigenlijk ook van de wijk om een plek te hebben om te recreëren. Kinderen om te spelen. Dat was hier in deze drukke wijk helemaal niet. Er was geen plek. Allemaal kleine straatjes, kleine huisjes, grote gezinnen. Dus er kwam hier een park. En natuurlijk werd dat het Oranjepark genoemd. Op verzoek ook weer van de burgers. En in dit park waren ook de eerste kinderfeesten. Grote feesten. De poorten moesten gesloten worden. Duizenden kinderen. Er stonden er nog duizenden te wachten om binnengelaten te worden. Voor de eerste kinderfeesten hier in het Oranjepark. Het Oranjepark blijft het middelpunt der feestviering van Wijk C op nationale feestdagen. Dan wappert er nog altijd onze geliefde driekleur en klappert het oranje hoog boven het groen geboomte uit als symbool van eenheid van vorstenhuis en volk, als een bewijs van onveranderlijke trouw aan koningin en vaderland van onze nog altijd oranje gezinde bevolking van Wijk C. Dat het nog lang zou mogen blijven. Utrecht tot heil en zijn bevolking ten zegen. Timmerman zijn. We gaan hem even naar buiten brengen. Ja, nou zit er toch al dikke 20 jaar in het bestuur. Ja, nou, de laatste 6 jaar door een paar akkefietjes, de hele verenigingen. Hebben ze me voorzitter gemaakt. Dus een jaar of 6 voorzitter. Maar het gaat goed. We doen het allemaal nog met heel leuk en met plezier. En dat is het hele belangrijke. Maar de groep is op het ogenblik te klein. Tenminste, we hopen nodig een paar mensen erbij te krijgen. Want we zijn in wezen met z'n vieren. Maar kijk, 2 mensen erbij, dan kun je het een beetje verdelen. En nou komt het op een paar mensen erg veel af. En dat is niet erg, het is allemaal te doen, want zoveel is het ook niet. Maar ik bedoel, als alles op een hoopje komt, dan is het wel veel. Nou, om nieuwe bestuursleden te vinden in de wijk is niet altijd makkelijk, maar wij werven eigenlijk continu. Maar ik denk dus dat we, want even kijken, we moeten 2 dingen kwijt. Dat is hij. Ja. Dat is dezelfde plek. Neem ik aan dat het lekker is om hem. Zitten we met de auto's hier natuurlijk weer. Om hem gewoon lekker hier dwars voor te zetten en te kijken hoe mensen weg kunnen. Bij Koninginnedag hebben wij ongeveer gebruiken we 100, 110 vrijwilligers. Dat we daar een bepaald systeem op los hebben gelaten. Dat mensen niet de hele dag vrijwilliger zijn. Iedereen draait een vrijwilligersdienst van 1,5 uur. Nou, het gevolg is dus dat je veel vrijwilligers nodig hebt. Maar het gevolg is ook voor het werven van bestuursleden is dat de hele actieve vrijwilligers die zeggen van joh, geef mij maar 2 keer even 1,5 uur dienst. Of vergeet je me niet te vragen voor het volleybalfeest. Want ik wil graag achter de bar staan of helpen opbouwen. Dus die mensen die blijven in ons achterhoofd zitten en dat masseren we dan een beetje in. En zeggen van, nou, denk er eens over na. Zou een bestuursfunctie wat voor jou zijn? Vrijwilligers is, dat is het punt. En dat is bij iedere vereniging, denk ik. Vrijwilligers zijn eigenlijk niet meer te krijgen. Wil je een vrijwilliger hebben, dan is het eerste wat er gezegd wordt van, lever dit wat op. Hoeveel keer per jaar gaan we uit eten? Dit, dat.
Nou, als ik een vrijwilliger heb, heb ik niks aan. Ik heb zelfs wel eens advertenties in de krant gezet om mensen te vinden. Maar echt, het is zo verschrikkelijk moeilijk om dat te krijgen. En waar je komt als je bij iets bent, bij een receptie of wat, en dan vragen ze. En gaat het toch wel? Ik zeg, ik zoek nog vrijwilligers hoor. Dus als je zin hebt, dan heel graag. Maar ja, ik zal er eens over nadenken. Maar nee, dat is. Nee, toch niet hoor. Ja, ik doe het nog steeds met ongelooflijk veel plezier. Maar ik vind zelf ook dat jongeren dat werk over zouden moeten nemen. Nou, dat is dus het probleem. Het is zo moeilijk om mensen te vinden die bereid zijn een bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Mensen willen af en toe wel taken doen. Maar zeggen toch van ja, maar dat kost me te veel tijd. Als ik ze zeg, stop ermee, secretaris, dat is ook niet een van de jongsten meer. We doen heel veel dingen samen. Die zou ik daarmee in de steek laten. En dan zouden wellicht activiteiten niet door kunnen gaan. Nou, dat gaat me te ver. Wilhelmina was inderdaad zo'n klein meisje. Hè? En die had haar moeder, koningin Emma, die was op een zeker moment waar ze met z'n tweeën overgebleven. Hè? De koning was dood en ze waren met z'n tweeën. En Emma die had het gevoel van ik moet dat kind klaarmaken voor de plaats die ze straks moet innemen. En die is het hele land rondgereisd met dat kind. Hè? Dit is een ingebonden jaargang van het Utrechts Stedelijk en Provinciaal Dagblad uit 1885. En hierin wordt wel het een en ander duidelijk gemaakt over het ontstaan van de viering van Prinsessendag in Utrecht. En de aanwezigheid van de redactie van een krant, de Provinciale Utrechtse Courant, die constateert dat er eindelijk wat moet gebeuren om al die verschillende standen die we hadden in onze Nederlandse wereld, om die weer bij elkaar te brengen. En die krant had het idee van er moet wat gebeuren. Ik heb meerdere kranten van 1885 bekeken, maar er is geen één krant die zo uitgebreid op de viering van de verjaardag van de prinses ingaat als het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad. En de reden daarachter moeten we denk ik zoeken in de persoon van de hoofdredacteur. Dat was ene Gerlach. En dat was iemand die, hij was ingenieur bij de spoorwegen. Maar tegelijkertijd is ook hoofdredacteur van deze krant. En iemand met een enorm gevoel voor vaderlandsliefde en liefde voor het koningshuis. Het is feest. Wel waren er die toen wij het denkbeeld opperden om den Prinsessendag tot een nationale feestdag te maken, schouderophalend deze gedachte met enkele grote woorden terzijde meende te kunnen schuiven. Maar zij hadden gerekend buiten de in onze geschiedenis gewortelde, onwankelbare gehechtheid van ons volk aan het Huis van Oranje, waarmede wij door de hechtste banden, door samenbeleefde tegenspoelen, samengevoerde strijd, maar ook door samengenoten zegeningen en samenbehaalde overwinningen ten nauwste verbonden zijn. Punt. Het was op actie van die krant dat Utrecht de eerste was die ermee begon. En het volgend jaar, het jaar erop, gebeurde dat in het hele land. Maar Utrecht was toevallig, omdat er enthousiaste mensen zaten in die groep, was ze bezig om in nummer 1 te zijn. En dat werd in Utrecht alom opgepakt. Overal werden feesten gehouden, maar nergens werd het uitbundiger gevierd dan in het Oranjepark natuurlijk. Hè? Zes. Zeven.
puntje maar vast. Goed zo. Leve de koningin! Hiep, hiep! Hoera! 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 Dus niet geraakt. Oké. Alles afgelast. Ja, gelijk ook. Dankjewel. Hoi, doei. Wat nu de keuze is eigenlijk, is om te zeggen van het programma loopt tot 5 uur, echt dan gaan de stekkers eruit. Want normaal is het 6 uur, dus ik trek het een uur vroeg. Het is namelijk duidelijk dat er ook doden gevallen zijn. Oh, dat nog? Vind ik dat we niet door kunnen. Dat vind ik niet kunnen. Het bestuur van de Oranje Wijkvereniging heet jullie allemaal van harte welkom. Het laatste uur, anderhalf, zijn wij bezig geweest met het dilemma hoe wij verder moeten. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Apeldoorn. Ik weet niet of iedereen op de hoogte is dat er een auto door de menigte in Apeldoorn is gereden. Bij de festiviteiten die daar plaatsvonden met de koninklijke familie. Nou, ik heb hier in ieder geval alle muziek stilgelegd en die gaat ook niet meer draaien. Nee. En ja, nou, dat moet je een beetje bij stil blijven staan. Ja. En ik hou hem dan in soberheid dat hij in soberheid door kan gaan. En zij spelen ruim een uur korter. Spelen aangepast, dus alle stevige nummers zijn eruit. Hi. Ja, even niet, want ik verwacht een telefoontje van de wethouder. Dus ik bel je vanavond wel. Ik kan dit haast niet stilleggen hoor. Ik ben ook niet bij machten hier om alles stil te leggen. Dus nee, dat kan gewoon niet. Nee, maar goed, ik denk dat je zo doet dat het dan goed overkomt. Ja? Er werd net een keer op het veld een van de media gebeld was dat er vier doden waren. Ja. Dus ja, nou ja. Nee, precies inderdaad, want ik heb hier natuurlijk zoveel kinderattracties ook staan. En ja, die kinderen zijn gewoon, die hebben een leuke dag. En ik, laten we zeggen, dat hebben we ook opgezet. En ik vind dat we voor de volwassenen kunnen we het programma aanpassen. Dat gaan we ook doen. Dus wij gaan alle echte festiviteiten blaas ik af. Ik vind het heel beroerd, maar ik kan niet anders. En voor de rest, wat ik zeg, laten we het niet ontsporen door een, laten we zeggen, emotionaliteit die we zelf ook niet zo goed kunnen snappen. Ja, het is zeg maar. Nee, sorry, dat is niet de goeie. Dat is wel de goeie, ja, toch wel. Dit is het Utrechts nieuws- en advertentieblaadje. Dat is een eenvoudig krantje, vooral voor de adverteerders bedoeld. Een soort suffertje avant la lettre misschien. Hoewel het best een mooi krantje. Zo, kijk eens hier. 31 augustus 1885 met een prachtig gelithografeerd portret van Wilhelmina, kroonprinses der Nederlanden. Met een gedicht van Leeuwerik erbij. We kunnen nog even kijken in deze jaargang die daaraan vooraf gaat. 1884.
Even kijken. 3 september. Al vroeg in de morgen waren in de Willems-, Konings- en Oranjestraten de vlaggen uitgestoken. De kinderspeeltuin was door de commissarissen reeds vroeg tot feestterrein ingericht. Vlaggen en wimpers wapperden er vrolijk en ene muziektent toonde aan dat er muziek zou gemaakt worden. Maar het weer was zo waterachtig, zou men het eerst wel door kunnen laten gaan? Zo'n beetje regen geeft niet en zo dachten de commissarissen ook. En een hoeraatje steeg in de lucht toen men besloot het feest zal doorgaan. Ja, dus hier in 1884 zie je al een uitgebreid verslag van de feestelijkheden die plaatsvonden in het Oranjepark. En men noemt het nog geen Prinsessendag, maar men omschrijft het als Oranjefeest. En ik denk dat je dus wel kan zeggen dat dit de voorloper is geworden van die Prinsessendag. En ja, dat het dus allemaal hier in dit jaar begonnen is, in 1884. En in Utrecht. In Utrecht, ja. Henny Jacobsen. Oké, nou, wij staan bij de Rabobank, op het oude plekje zal ik maar zeggen. De burgemeester komt zo en die moet hier staan met de wagen. Dus als je denkt... Ik ga ernaast staan. Nee hoor, dat lukt even niet. Maar daar is nog een plekje. Ja, Claudie heb ik al gebeld, maar die neemt niet op. Dat dank je. Dank je. Ze sliep in de armen van de dochter van de schout. Ja, ze was dan met de burgemeester, hartelijk welkom. Dank. Hartelijk wel. Hartelijk welkom. Goed te zien. Ja, goed weer te zien. Hartelijk welkom. Hoi Hans, hartelijk welkom. Hey Floos, hoe is het ermee? Ja, goed. Ja, goed zo. Ja, ja. Hey. Wat zijn hier, wat een mensen. Gelukkig wel, gelukkig wel. Hoi. Wat zijn er veel mensen op je feestje? Ja, 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 ja. Wat mooi, ja. Meelopen. Het is weer droog. Ja, gelukkig wel. Heerlijk, ja. Ja, het was, ja, het weer heeft onze tom op parten gespeeld, ja, natuurlijk. Hè. Ja. Vanmorgen helemaal vol. Burgemeester, hier hebben we klimtoren, luchtkussen en hier dus wat snacks en zo. Hier de horeca tent en hier de voorstellingen. Zullen we even kijken daar? Leuk? Ja? Rijk, arm, jong, oud, iedereen is bezig met elkaar. En er staan nog een paar leden van het actiecomité staan om 5:30 de oranje vlaggetjes weg te halen. En dan staat iedereen die is verklaard als voor gek. Want ja, je wil ze weer bewaren voor volgend jaar, want dat kost toch weer wat centen. Ik vind, je bent er druk mee, maar als het klaar is, de dag is geweest en de mensen hebben het naar de zin gehad, hè, daar geniet je gewoon van. Kijk, zo'n dag is koningin, een dag ren je van de ene hoek naar het andere hoekje. Maar het is achteraf, de sfeer leuk is en het is allemaal goed gelopen, joh. Het is gewoon heel leuk. Hè. Ja, nee, ja. Ja, dan loop je naar huis en dan voel je je benen wel en dan is het vaak thuiskomen. En dan gun ik mezelf een goed glas rode wijn. En soms is het dan zo dat er nog een paar mensen uit de buurt in de tuin zitten bij ons. En onderluid gejuich zeggen van, hey, heerlijk, je bent er weer. En dan, ja, dan zit je nog even na te babbelen over zo'n dag. En dat is wel lekker. Een heerlijk gevoel. Altijd blij dat het helemaal goed gegaan is. En dan gaan we met z'n allen gaan we hierheen, naar mijn huis. En dan pak ik een frituurpan. En dan gaan we met z'n allen heerlijke granalen kroketje eten. En dat is afsluiting Koninginnedag.